beste school van Amsterdam. Geen enkele andere school die kan. Hangen met ons, dat is het fonds. Als Vite je mens was, was het de man. Dit is Seth Koens van de feestcommissie. Want we hebben iets vieren, dus het feestje is hier. Yes. 1 eeuw, 10 decennia. My god, 100 jaren tellen we. Welkom op de rondleiding op het Fonds Vite. Eerst gaan we even naar het Beta-gebouw. Welkom in het Beta-gebouw. Nu gaan we even kijken naar een biologieles van mevrouw Van Es. Maar om te bekijken, maar het is het wel een stuk ingewikkelder. Wat je uiteindelijk echt moet zien, is je hebt van die ronde belletjes, hè, als je luchtbelletjes erin hebt. Nou, dat zijn geen cellen. Leuk hè, zo'n technisch gebouw. Nu gaan we even naar de gymzaal. Mijn functie hier op school is dat ik docent lichamelijke oefening ben. Op afgelopen jaren bestonden we 100 jaar. En toen hebben we echt heel veel leuke dingen gedaan. Wat het meest is bijgebleven is dat we met z'n 1000 leerlingen een flashmob op Museumplein hebben gedaan. En daarnaast misschien ook wel een van de mooiste herinneringen is dat ik met een groep leerlingen naar Zuid-Afrika ben geweest. Dat was gewoon super speciaal. De betrokkenheid van de leerlingen, de gezelligheid op school. Als ik altijd hier vanaf de gymzaal over het plein loop, altijd een praatje met leerlingen, gezelligheid. Dat maakt het zo bijzonder. We don't need no education. Nu zijn we bij de muzieklokale en we gaan even kijken bij een muziekles van de eerste klas. Het Fonds Vité Lyceum is een hele bijzondere school. Allereerst omdat er zoveel ontzettend leuke mensen zijn. Dat ga je ook proeven op de open dag. En dan zal je ook zien dat niet alleen de leerlingen heel erg leuk zijn, maar dat we ook heel veel leuke docenten hebben. En daarnaast valt hier ook ontzettend veel te leren. Er zijn hier bijzondere dingen te doen, ook buiten de les. En daarvoor moet je hier zijn. In onze kantine verkopen we zowel gezonde als ongezonde dingen. Zo is er voor iedereen wat. U bent de hoofd van de kantine dus al jaren. En wat heeft u de laatste jaren veranderd of gedaan? Ja, de laatste jaren is natuurlijk dat de gezonde kantine op de hoofdplaats staat. Dus ik ben een beetje gezonder gaan doen. Minder snoep en zo. Wil je een school waar je een uitdaging krijgt, waar je iets meer mag dan alleen maar gewoon in de klas zitten, dan moet je op het Fonds Vité zijn. En wat je moet doen, is goed rondkijken en dan weet je vanzelf of deze school bij je past. Nou, dit is de lerarenkamer, maar daar mogen wij natuurlijk niet komen. Dit is de studiezaal en hier kan iedereen studeren. Op het Fonds Vité is de band tussen docenten en leerlingen goed. Dat betekent dat zij samen met jou weg willen
om tot het beste resultaat te komen. En dat merk je aan de sfeer die er is tussen docenten en leerlingen. En dat we elkaar ook direct aanspreken. Dat hoort er hierbij. Wat ik ontzettend leuk vind aan het Fonds Vita Lyceum is dat ik erg geniet van het Amsterdamse, eerlijke en het oprechte van de school. En ik vind de leerlingen heel leuk op deze school. Die zijn altijd heel echt, zou ik maar zeggen. En dat vind ik heel leuk aan deze school. Wat vind je van het Fonds Vita en de sfeer in vergelijking met groep 8? Nou, ik vind het veel leuker school, omdat je hebt nu ook verschillende leraren en het was mijn oude school niet zo. En de kinderen op de school zijn ook heel aardig. Ze geven je veel meer vrijheid. Ze zijn wel strenger en het is een stuk groter. En wat vind je van de begeleiding die je krijgt, dus ook van mini-mentoren? Ja, ik vind het wel goed. Ze helpen veel en dat is handig. Oké, en wat vond je van het begin van het jaar, dus de brugklaskamp bijvoorbeeld? Ik vond het wel leuk en gezellig, want je leert gewoon nu je klas kennen en nu ben je ook gewoon goed bevriend geraakt met iedereen. Leerlingen van de groep 8, het is hier hartstikke leuk. Ik ben hier al zo lang, dus dat zegt ook wel wat, denk ik. Ik wil de groep 8'ers vooral voor de open dag meegeven om goed te kijken op scholen, de sfeer te proeven en inderdaad te kijken wat praat, vooral ook met de leerlingen van die school. Want dan kom je erachter hoe die school in elkaar zit. Ja, wat ik van het Fonds Vita vond, ik dacht eerst dat het een hele leuke school was, maar toen kwam ik erachter dat het een fantastische school was. Ik sluit me hier helemaal bij aan. Hartstikke leuk, glas in lood, leuke leraren en ja, het is leuker dan je denkt. Dus ik zou zeggen, kom naar het Fonds Vita. Heel leuk.